Deze mensen zijn het vertrouwen in de overheid compleet verloren. Ziet u ook uw eigen rol daarin, dat u daar misschien ook aan heeft meegewerkt? Nou, ik denk dat dat een heel breed thema is. Vertrouwen, wantrouwen. Dat zijn natuurlijk zaken die tegenwoordig in onze samenleving heel erg spelen. De hele politiek doet zijn best om dat vertrouwen te herstellen. Maar dat doe je door resultaten te boeken. En altijd weer eerlijk te benoemen wat er goed gaat, wat er niet goed gaat. Is D66 polariserend geweest? Bij agenderen, dat is heel wat anders dan polariseren. Polariseren is mensen wegzetten, kwaadspreken, aantijgingen. Wij agenderen de moeilijke thema's van onze tijd, de grote uitdagingen met oplossingen. Dat is totaal wat anders dan polariseren. Ik vraag het namelijk omdat Johan Remkes eerder zei over de uitspraken van Tjeerd de Groot, over de halvering van de veestapel, dat onnodig polariserend is. Maar daarmee zegt Johan Remkes niet dat D66 polariseert. Dat is heel wat anders. Maar dat is toch een uitspraak die polariserend werkt? Eén uitspraak is niet een hele partij. Dat is namelijk exact de uitspraak die deze demonstranten, of hoe je het ook wil noemen, aanhaalden, zag ik in de video. Over de halvering van de veestapel. Misschien heeft u ook gehoord heks, roverheid. We zijn allemaal leugenaars. Het pensioenstelsel van de 70e jaren is kapot gemaakt. Er werden heel veel dingen over elkaar gegooid. Dus laten we even feitelijk houden. Tweede wat heel belangrijk is. D66 durft te benoemen dat een aanpak van de stikstofcrisis heldere keuzes nodig maakt van ons allen. Waardoor je de boerenperspectief geeft. Waardoor we kunnen bouwen. Waardoor we de economie open kunnen houden. En waardoor de natuur hersteld wordt. Zonder dat gebeurt dat niet.